Wij bestellen vandaag het hele menu van de McDonald's en dat doen we door de drive. En we mogen maar één item per keer bestellen. Ja, en we bestellen telkens in een vaste volgorde één los item naar keuze van het menu. Maar je moet dit item wel opeten voordat we een rondje hebben gereden over de parkeerplaats en de volgende persoon zijn item in handen krijgt. De eerste keer dat dit niet lukt, verlies je je escape en de tweede keer dat dit niet lukt, lig je uit het spel. Maar als chauffeur van de bus mag je het gaspedaal niet gebruiken en moet hem dus gewoon laten rollen, waardoor we maximaal met 9 km per uur kunnen gaan. Elk item mag maar één keer besteld worden en we hopen natuurlijk het hele menu op te gaan eten. Degene die als laatste nog in het spel zit, wint. Milo, jij hebt de eer. Bruh. Jezus, het is een moeilijke drive. Het is een levensgevaarlijke drive, man. Je mag wat kiezen, toch? Je mag wat kiezen. Hier met die lijst. Maar ik ga goed nadenken. Ja. Bitch, bang! Geintje. Ja, gezet. Nee. Het is toch pas gezegd tegen. Hey, we hebben wel een lange Big Mac. Je hebt in principe wel redelijk wat. Een lange Big Mac. Nee. Oh, nee, sorry. Hallo? Zou ik één Red Bulletje mogen? Die hebben ze niet, toch helemaal niet? Huh? Nee, Red Bull hebben ze helemaal niet. Hebben ze echt geen Red Bull? Nee, bestel nou iets anders. Hebben jullie echt geen Red Bull? Nee. Godverdomme. Zou ik misschien wat appelpartjes mogen? Eén zakje appelpartjes en dat is het. En anders niks! Besef dus, we moeten vandaag ongeveer 40 tot 50 keer door die drive. En ik schaam me de eerste keer al kapot. Ja. Super, een hele fijne dag nog. Jongens, ik ga beginnen, want ik heb niet zo lang. Mensen hebben wel eens kritiek op onze video-ideeën. Vandaag is het echt terecht. Je hebt echt bizar weinig. Een beroerte. Ik heb hem op. Wat wil je? Een kip 4, doe maar. Wat voor saus? Met zoetzuur. Met zoetzure saus. Kip 4 is alleen bij Happy Meal op. Een kip 6. Met zoetzuur. En anders nee! Ik zou ze al doorhebben, denk ik. Waarom doe je zo, Matt? Ben je bang voor contact, hoor? Ik schaam me dood. Wat vinden jullie van contact? Er is inmiddels wel gesignaleerd dat wij hier zijn, maar ik ga even stoppen met praten. Ik ga eten. Oh, ze zijn nog heet. Mooie hoofd, mooie ogen, mooie kontje. Oh, ze zijn oprecht heel heet, man. Ik kan nu iets aan jullie vertellen. Met deze drukte ga jij een kip 20 nooit opkrijgen. Maar jongens, laatste kip nugget. Jij was al sneller dan Milo met die paardjes, hè? Ik wil graag de snoeptomaatjes. Oh, nee. Hey, motherfucker! Super, dankjewel. Besef hoeveel McDonald's vandaag verliest aan transactiekosten omdat hij alles ons betaalt. Hoe gaan de snoeptomaten naar binnen? Heerlijk. Snoeptomaat, snoepbouwee. Ik heb er nog steeds één. Weet je wat je wil, man? Ik wil een klein frietje. Zou je dat herkennen? Nu denk je hem nog niet. Ik hoor het niet bij. Hi, goedemorgen. Mag ik een kleine friet? Super, dank je. Tot zo. Oh, kut, nu heb ik het verklapt. Ik zeg tot zo. Je hebt weinig schaamte, vind ik, maar je pakt het op als een man. Waarom heb ik schaamte? We zorgen voor fucking veel. Hey, kijk eens. Super, dank je wel. Dit is best wel veel groter dan ik dacht. Jezus, zonder saus. Oh, heel fucking heet. Hé, hey, Maroel, het wordt nu wel spannend, hè? Want jij moet zo meteen achter het stuur gaan eten. Ja, ik moet iets hebben dat een beetje handig te eten is ook. Jongens, oh. Ja, ben je dan wat aan het doen? Hi, goedemorgen. Mag ik een ijs horen? Super, dankjewel. Ja, maar wat is dit, jongen? Krijg je een dikke brain freeze, ouwe. Oh, brain freeze. Helemaal op! Ja, koud in mijn tanden. Ik kan hem nu op mijn maat! Zullen we dat je zeggen, Rob? Ik moet wel zeggen dat als je straks een hele... Dus ik denk dat nu tijd is om het even over een hele andere bocht te gooien. Hi, goedemorgen. Zou ik 3 van die heerlijke popdots mogen van je? Dankjewel. Even kijken, die popdotjes. Oh, ze zijn groter dan ik dacht. Ze zijn echt klein, man. Dit is hartstikke weg. Oh! Oh, stop met eten! Stop met eten! Die deksel is een gong! Oh nee! Ja, elk uur gaat de gong af. En dat betekent dat we door moeten wisselen van chauffeur, maar ook dat er een challenge komt waarmee je een power-up kan verdienen. Oké, jongens, het is tijd om te wisselen van driver. Maar ik wil even dooreten. Maar in de tijd dat we van driver wisselen, is er een moment voor een challenge. En daarmee kunnen we een power-up verdienen als je die als beste doet. Power-up 1. Degene die als eerste een foto maakt met een levend dier. Maar laten we er wel zijn, een levend dier. Wint een power-up. Tijd gaat... Nu! Hallo, mieren. Hey, dit pakt zijn die vogels heen. Hey, het moet een dier zijn, hè? Geen insect. Is een insect een nee, dier? Nee, ik vind een insect vind ik geen is dier. Is een insect een dier, vraagt hij. Ik hoor vogels. Ik zie ze alleen niet. Ah, shit, man. Die zijn maar geen dieren. Joehoe. Ja! Ik zie hem! Ik heb het daar bedacht. Ik zie hem blind.
En pop, hier is hij. Ja! 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 Ik weet niet of het zien was op camera, maar volgens mij had ik hem al. Die ziet echt uit als Logan Paul. Vind je ook niet dat hij eruit ziet als Logan Paul? Everyone is a hero! Koen is my hero! He is really maar nice! Hij heeft ook heel erg inhoud, maar toen heeft hij zo naar voren gekampt en heeft hij er wat aan laten doen. Misschien moet jij dat ook even doen. Oprecht staat je best wel goed. Dit zou ik echt houden. Dat staat je best wel goed. Ik meen het serieus. Een foto van een dier. Ik heb een probleem. Ik ging mezelf filmen. Dus er kan een screenshot gemaakt worden van dat ding. Alleen ik heb geen foto paraat. Ja, ja. En jij, Rob? Wie is dat? Dus ik met een mus. Ja, trek ik niet alleen maar de meeste vrouwen aan, maar ook de meeste dieren. Oké. Okay. Jij hebt ook niks? Jij hebt ook niks? De winnaar van de power-up is... Het was niet actie, maar het is Rob! Ja, 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 ja! Jij mag de volgende ronde één van ons kiezen die twee items wil doen. Oh! Nee, het is gunstig, want we zitten nog vroeg in het spel. Want twee Big Macs had ik niet gehaald, denk ik. Moet je twee keer hetzelfde? Of nee, twee verschillende. Oké, okay, Mina, dan zijn we nu op het punt. Ja. Jij hebt echt geluk. Koude, hij is helemaal gesmolten, man. Al die poepchocola aan mijn klauwen weer. Al mijn poep aan mijn vinger. Dichter bij Baf ga ik niet komen vandaag. Dat weet je niet, Mina. Ik heb even nagedacht over wie ik wil. Maar natuurlijk, hoe later in het spel dit gebeurt, hoe beter eigenlijk. Want dan zijn er minder items. Ja, je moet deze doen. Ja, Rozen, denk je dat je kan. Dat is toch niet relevant te zeggen? Het is natuurlijk het handigste om zo lang mogelijk te wachten bij het inzetten van die power-up. Want hoe later die is, hoe minder items er zijn. Ja. Dus hoe meer die persoon moet eten. Ja. De power-up gaat naar Milo natuurlijk. Oh, yeah. Ik doe dat deze ronde helemaal niet meer mee. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik kan nog wel een keer zeggen. Eén keer de chicken tennis, dat was het. Dankjewel, tot zometeen. Vier zijn het toch? Nee, het zijn twee van die flappen. Oh, helemaal niet gevers, hè. Ik zeg je eerlijk, ze zijn koulo droog. Dat had u echt niet. Oh, waar je bent weer vroeg doorheen, hoor. Wat zou jij lusten, Koen? Een kleine creampie. Iced tea. Daar zit in. Mag ik één kleine ijsthee, alsjeblieft? Ijsthee. Een kleine ijsthee. Ijsthee. Nee, ijsthee. Geen ijsthee. Zou ik één kleine ijsthee mogen van je? Dankjewel. Jezus, man, hou ik op een dag een flirt! Even, hebben we het gezien? Een nieuwe jonge dame die... Ja, man, dat een flirt, dat is gek. 0,25 liter is het. Een kwart liter noemen ze dat ook wel. Ho, ho, ho. 5 kilometer per uur, man, waar gaat dit over? Je moet opschieten, hè? Het kraampje komt dichtbij, hoor. Een kraampje. Kraampje. Ik ken al die termen niet, joh. Wat dacht je dat het Engels was? Een kraampje. Hi, mag ik één zo'n dekselse hamburger alsjeblieft? Eén hamburger? Eén hamburger, ja. Eén zo kleine. Je bent net op tijd hoor. Finito. Hi, dankjewel. Oh, dat is zo bizar met je aan het flirten. Oh. Het is echt niet normaal. Ze geeft dat ding en ze kijkt je gewoon nog een halve minuut aan. Ja. Oh, je staat echt door naar heen. Verlegen, maar weet je wel precies wat dat aan het doen is. Oh, verlegen, maar wilps. Wilps. Oh, ook nooit. Ja hoor! Oh, 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 voel zijn naald zo snippen. Hoe krat er van zijn aan is. Jongens, ik heb hem al op. Stik met je McDonald's! Jongens, ik heb hem op. Maar nu gaat een groot moment gebeuren. Roel is. Hoe heb jij al een keuze gemaakt? Ja, zeker. Laat mij dan even ondertussen vast een beetje nadenken. Dat wordt sowieso een trieste cheese. Laat mij eens nadenken. Wat wil je doen? Ik wil een... Spicy McChicken. Wat nog saus? Je bent niet barkie. Die is toch best wel normaal? Die is gewoon te groot, bro! Je hebt het helemaal met de chili chicken! De chicken is gewoon groot! 5,15, tik hem maar af! Stand toch grote burger! By far de duurste tot nu toe. Ik heb een heel ander idee van wat gewoon hapbaar is dan jullie. Bro bestelt een spicy McChicken. Er staan er nu drie te kijken, ik word nu verlegen. Je had een chili chicken toch? Dat chicken. Is toch hetzelfde formaat als een McRocket? Nee. Zit die 55 calorieën? Dat is een handel die handen dan. Eén. Top. Oh man, hou op man! Asje. Ik word er zelfs gelden! Hij is zo vies, Erik, maar ze doen ze nu, dan raap ik echt zo open. Even doorgaan naar plek 3. Ze hebben nu moeten wachten hier, omdat het zo groot is wat het voor hebben gesteld. Nou, Roel, we gaan het zien. Ja, laat maar even kijken. Nou, ik krijg hem niet opgetild. Dat vind ik echt wel een hapbaar burgertje, hoor. Ja, het is nou maar een burgertje, maar het blijft wel fout. In deze fase van het spel zou ik nog je wedstrijd kiezen, zeg maar. Dit gaat je eetlust wel killen, hoor. Ah, hij is wel snel, hoor. Kijk het nou. Ik vind het echt lekker spikkie, maar wel een beetje chemisch spikkie. Het is niet zo spikkie van natuurlijk. Ja, leuk verhaal. Ga door, hallo. Ik ga Roel geen extra tijd doen.
Dit krijg je heus wel op, tuurlijk krijg je dat op. Het ja, maar het gaat om lange termijn. Dit gaat die Edelus wel killen. Geen lekker twee dingen bestellen. Ik denk dat ze compleet in de war zijn als wij twee dingen bestellen. Oké, okay, ik zie Milo heel erg als ik ze over moet volgen. Kijken naar Duo Kip 20 en de Homestyle Crispy Chicken. En het laatste hapje. Milo, wat wil je? Komt die mat? Hey, zou ik een hele kleine milkshake banaan van je mogen? Met misschien erbij een chili chicken? Ik zeg je eerlijk, die milkshake banaan is niet chill, man. Oké. Okay. Okay, nou ga ik weer even kijken uit het schouwspel dat er links van mij gaat afspelen. Gisteravond gaat in zeggen, hey baby, krijg je nou wat rug. Honden? Ja. Die is 18 man onderop. Oké, die is een leeftijd dat het mag. Statement. Wat zit hiermee kwam je met die chick van 13 nummer toe was? Kun je dat screenshots even in de video doen, dan kan dat toch? Het is buitengewoon schunnig wat jij met een kind van 12 jaar doet. Mensen, dit is dus strafbaar. Achteraf ken ik nou van kop slaan, maar. Ik kan niet eens even met een meisje van 5 willen mekken. Dat wordt al doorgestuurd. Het was mijn... Hallo, dankjewel. Oh, dat is geen chicken! Doe maar! Dankjewel. Je bent aan het zweven met je hoofd in de wolken. Ja, dat is lekker. Oh, dat is gaat dat ding. Dat is heerlijk. Milo is een burger nog niet eens op. Je moet die hele milkshake nog. We hebben hem al half. Milo, we rijden nu bij de Haag en zo meteen het hoekje om. En dan weet je hoe laat het is. Nou, we hebben het niet door dat ik gewoon elke keer een hap neem, slok neem, hap neem, slok neem. De milkshake is over 3/4 op, man. Ik wil graag van jou de mini-cookies. Mogen wij de mini-cookies? Hebben jullie die? Helemaal een romige dot is dit, zeg. Milo, je moet echt opschieten, hè. Hij krijgt het niet door dat rietje. Het is te romig. Het is te romig. Je moet drinken. Je moet drinken. Milo, we zijn er bijna. Ja. Oh, ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, mooi man. En nu op beeld. Hey, alsjeblieft. Ja, op een hete daadje. Wat? Verdamme maar toch. Hey, het zijn best wel koeken. Ja, ja, dit zijn echt kinderkoekjes. Jij hebt hele kleine handjes. Oh, die is echt dat die niet eerder is besteld. Echt een enge blessing is dit. Oh, wakker. Hai, mag ik één cheeseburger alsjeblieft? Mag de augurk eraf of mag dat niet? Nee. Ja, sap je. Ik wil wel weer wat. Oh, man. Hallo. We like it so much here. It's like my colleague. Yeah. Okay, are you married? Yeah. Oh, okay. Shit. Hallo, dankjewel. Oh, ze is Oost-Europees. Ze is maar het voordeel als ze Oost-Europees is, kun je gewoon neerleggen en dan mag je een keer. Oh, ik ben echt verliefd geworden, meisje. Hey, is het een droge moffel ook? Wow. Griep. Een droge moffel. Wat heb je eigenlijk? Burger. Zijn nou echt mensen die zo'n ding eten en denken, lekker, een hapje augurk. Ja. Ja. Maar de tijd die je hebt voor zo'n Big Mac, is echt veel te weinig. Toch? Zeg jij. Ja, ik zit wel eens met jou in de McDonald's en dan slurp je ze ook naar binnen. Ik voel me echt een sexual predator nu. Goeiedag, mag ik één sundae karamel alsjeblieft? Is je op? Ja, maar het zit nog wel in zijn giegel. Het zit nog wel in zijn giegel. Bro gaat af bij een cheeseburger. Je hebt echt geluk dat hier een auto staat. Dat ding was droger dan ik verwacht had, man. Hallo. Dankjewel. Ja, maar het is niet normaal. Het is echt normaal. Ik moet nu eten. Oh, die saus is helemaal heet. Dit is wat allerdomste. Je kan beter een Big Mac bestellen dan dit. Je zit achter de stuur. Hoe ga je dat ooit eten? Oh. Oh, nee! Oh, mijn lord! Nee, dat gaat helemaal smelten. Nee, mijn ijskoop. Voor de tweede power-up is de challenge de Lyric Challenge. Zeg ons de beurt een woord aan het nummer Engelbewaarder. Totdat iemand een woord zegt wat niet klopt. Deze persoon krijgt een nadeel in zijn volgende ronde. Er zijn twee woorden zijn gegeven. De twee woorden zijn duizenden strepen. En dan wil ik weer beginnen met duizenden. Ja, en dan duizenden. Ja, dan gaan we weer door. Maar nu ben ik de lul. duizenden strepen. Dat weet je toch wel? Ik denk duizenden woorden. Dat is fout. Het is nu al voorbij. Bij woord 2. Ja, misschien had je dan aan het begin moeten beginnen. Dit is het begin. Ja, sorry dat ik dat nog niet ken. Ik vraag me af wat dan precies de power-up hier aan is. Het is meer een power down. Get power down, bitch. Rob, jouw power down is als volgt. Voor je aankomende bestelling moet je een random item van het rad krijgen. Dus het zal alles heel zo. Dat is lekker zeg. Dat is echt lekker. Je moet nog rijden. Dat is kut. Dat begon ook echt te salade. Overigens gesproken, dat is niet meer nodig, want Matt, je sundae is bijna aangesmolten. Ja, ik moet zeggen, hij was. Hij had erger kunnen zijn als Rob misschien één woord dat ik op mijn waarde had geweten. En maar ik kan ook geluk hebben. Prima. Single qualifier. Dat is echt. Ik vind dat echt. Helemaal prima. Maar we kunnen wel, misschien dan, nu we er toch zo lekker in zitten, even één keer engelbewaarder opzetten. Oké. Dat vind ik een goed idee, ja. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Ik weet nu dat er een engelbewaarder aan me wordt
Goedemiddag. Medium friet. Mag ik een medium frietje? Ja, graag. Echt een medium friet? Dat is best veel wel hoor, vind ik. Ja, maar ik heb net die spiced chicken op. Ik ben nu gewoon niet in volume, maar in calorieën aan denken. Ondertussen zit Mas een hele eigen shirt onder te kwakken. Het is inmiddels 12 uur en is een nieuwe werknemster. Dus deze heeft nog niet door dat we ook ze werken met urencontract hier. Iedereen werkt maar 1 uur per week. Ja, dat heerlijke meisje van Mas zal toch niet weg zijn? Die wacht dat ze lang kan blijven. Hallo. Dankjewel. Jezus. Hoe gaat dat de trillen als je snel moet eten? Dat vind ik echt lief. Ik ga lekker eten. Ja, ik ga lekker eten. Nou, bro. Moeite. Je gaat het wel redden. Je hebt een heel menu op, hè. Ga het wel redden. Ik heb een heel menu. Doe mij dan maar een Mac. Kroket! Sterker voor het raampje, hoor. Koen deed er langer over met zijn hamburger. Hey, besef even dat die Mac Kroket, als die vers gemaakt wordt... Dat is echt niet normaal, joh. Nee, dit klopt. Hallo! Ja. Hallo! Hallo! Ja, hij is niet echt groot of zo, maar hij is wel... Zo, maar ik kan niet eens in mijn handen houden. Fuck, man! Wat een verstandige keuze! Ja! Je kan wat je ook graag... Ah, dit is een tandtoe warm. Tyfus, man. Eet het broodje er vast op. Eet het broodje vast op. Hoe ga je het broodje vast op? Je moet op beginnen. Oh, dit wordt een power-uppie. Oh, wat een kokende kroket. Ik heb hem ik weet nu. Je gaat het van halen, man. Het was even een challenge, maar... Die warmte. Hallo, daar zijn we weer. Mag ik een single koala pounder, alsjeblieft? Heerlijk. De laatste. Zo. Ja. Bizar, hoor. Ja. Dus je geeft, lekker. Heb je er last van? Helemaal weg. Op een gegeven moment werd het makkelijk. Op een gegeven moment het gevoelloos was. Heb je hem op? Ja. Besef dat ik ondertussen bijna gescamd werd door die mevrouw. Oh, ik heb hem niet gevolgd, wat dan? Ja, ze tikte stiekem een dubbel koala pounder van me aan. En toen zei ik, oh. Zo, ze hebben niet gedroogd, moppie. Sorry. Moeten we even wachten? Nummer 2, dat gaan we doen. Je hebt echt voor saus opgegeven. Die kroket zijn naar binnen geschoven. Die was helemaal de weg geschoeid. Ja, leuk. Jij was toch van Feyenoord dan campagne hier in God die buurt. Oh, sorry. Dankjewel. Doei. Je bent voor PSV. Zij dacht echt. Ik dacht wel een vette muziek draaien, jongen. Het is best een grote nog. Oh, waarom ben ik erop? Want jij was toch van Feyenoord dan campagne hier in. En? Hoe glijdt hij erin? Ah, Rob die snijdt hem echt met zijn slagtanden in 5000 stukken. Nou, ik sta bekend om de burger. Hey, we zijn er weer, jongens. Hey, ik weet niet of jullie deze plek kennen, maar dit is dus de ingang van de McDrive. Hallo! Wat wil jij eigenlijk? Een filet of vis. Jezus. Slim hoor. Zijn slim elkaar. Beste kameraad. Heeft u al ooit een filet of vis verkocht? Hij doet het niet. Oh, ja. Toch wel. Mogen wij er ook eentje? Tijd om te betalen. Dankjewel. Doei doei. Ja. Doe een das. Doe een das. Blijf je niet verwacht. Desmond. Een goede boogie aan de met pistool in mijn hand kan ik dodelijk zijn. Ik zorg dat ze me niet horen door verspreiding. Hallo. Op een McFlurry M&M's alsjeblieft. Nee. Oh, wat? Hij heeft zijn mond helemaal niet. Heeft zijn mond helemaal nog niet leeg. Oh, hallo. Yes. Zo. Nou, een seconde. Nee. Ze heeft extra veel nootjes in gedaan. Kijk, heel die vette potgrond breien. Die is nuts. Ze had dat ding al vast. En toen had ik pas mijn ding door. Wie is er nu? Ik ben, maar ik ben even te kijken hoe Mattie McFlurry aan het wegscoopen is. Wat ga je redden? Ja. Kun je doodgaan aan brain freeze? Ja. Matte leeft niet meer. Ik wil graag een iced fruit smoothie. Ik dacht oprecht dat dit de beste keuze was, want de rest is allemaal eten en ook best wel veel. Ja. We zijn hard op weg. Bro, dit is een kansloze missie wat je nu wordt warm. Nee, de raam is heel heet. Je moet gewoon door de pijn heen. Of je escape inzetten, maar ik denk zelfs dan dat je het niet redt. Dat je het niet redt. Oh, qua temperatuur, dus je moet gewoon pijn lijden. Wat wil je dan doen? Warm blazen. Oh, dit is niet te doen. Je hebt wel het voordeel als Milo iets groots pakt, dan moeten we waarschijnlijk even wachten daar. Nou, dan kun je melden, dat gaat niet gebeuren. Vind je ook een beetje mongool? Dit is echt kansloos. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Maar ik ga wel iets doen wat denk ik heel lang duurt om klaar te maken. Medium doen we aan. Wat? Ja, medium of groot. Oh, doe maar medium dan. Roel, hoeveel heb je nog erin zitten? Ja, best wel wat man. Roel, maar één auto voor ons. Het doet zoveel pijn. Oh, de auto weer weg. Roel, die koffie die zal niet lang meer duren. Oh, Roel, een escape. Dank je. Wil je escape inzetten, Roel? Ik zet escape in. Hij zet escape in. Nou, kom maar jongens.
Het is niet koud. Het voordeel is wel, het heeft maar 0 calorieën, dus het vult niet. Je gaat wel scheiden ook. Dus stel je zou die koffie nu over je heen gooien, dan heb je gewoon brandwonden. Nee, ik mag niet verbloot. Milo, ik ga jou misschien wel blessen, man. Want de kleine gerechten zijn ook al op. Die van mij is op. Ik heb het, net een escape heb ik het gehaald. Goedemiddag, mag ik een dubbele cheeseburger alsjeblieft? Zo, zo. Dat is het, echt alleen maar. Ik heb mijn escape in. Yes, dankjewel. Ja, waarom wacht je zo lang? Wow, ik zie het eigenlijk door erop. Ik ga helemaal niet lang. Ik ga hem alsnog gewoon af. Oh, die komt dat ik op mijn keuze was dat. Wat een goede keuze. Dit is weer een matchstonetje. Ja, die is lekker. Hoppa, die heb je zo weg, ja. Goed, die koffie gaan we nakken, maar ik ga gewoon Milo, je had ook deze kunnen kiezen. Ja, weet ik. Oh! Ja! Ja! Oh, wat een lifesaver! Hier een halve broodje was erop. Dat was net lekker in, man. Het is tijd voor challenge 3. Jij hebt zoveel geluk, jongen. Ja, dit komt goed uit, ja. Power up 3. Jullie gaan 10 tellen in de Rimbo spelen. Degene die als eerste afgaat, krijgt een nadeel in de volgende challenge. De zoeker wordt bepaald door middel van steen, vier, schaar en heeft dus sowieso geen nadeel. Steen, vier, schaar. Dat is knap, ja. Hij wint hem! Hij wint hem! Heb ik jou gewonnen? Hij heeft Steven die schaar! Even een korte uitleg voor de mensen thuis. 10 tellen in de Rimbo in een notendop. Ik ben de kijker. Ik moet mijn hand ten alle tijden aan deze paal... Op slot buitenuit paal. Op slot buitenuit paal moet ik deze paal vasthouden. Ik sluit straks mijn ogen, doe mijn hand van mijn ogen en zeg 10 tellen in de Rimbo. Dat is het startsein voor de 4 anderen om zich te gaan verstoppen. Zij moeten mij aantikken en dan hebben ze dus tot dat ik af heb geteld tot 0. En dan mag ik rondkijken. Lukt het mij om iemand te spotten? Ik hoef maar iemand te spotten. Is diegene de lul en heeft een nadeel? In de volgende... Maar spot je niemand, ga je door naar 9 tellen in de Rimbo. Moet je op je rug tikken? Ja, dus en dan... en spot ik niemand, doe ik 9 tellen in de Rimbo. En je moet erbij dus aantikken en weer verstoppen, hè? Dus ik kan wel heel veel wegrennen met 10 seconden. Maar succes en dan met 9 seconden terug te rennen. Wat kun je snel uitleggen? 10 tellen in de Rimbo! Heerlijke bakken. 9! 7! Eens even kijken of ik iemand zie. Oh, zie ik iemand? 9 tellen in de Rimbo! 9, 8, 7, 8, 2, 1. Oké, ik ga even een prank uithalen. Achterlijk wijf zeg! Milo! Milo! Jullie hebben echt geluk, hè? Hij weet niet wat ik niet had doen. Wat zei je eigenlijk? Achterlijk wijf, joh. Jij hebt een nadeel. Ja, ik had het begrepen inmiddels. Godverdomme. Jouw straf is dat bij de volgende keer dat je aan de beurt komt er geen regels zijn voor de chauffeur. Die mag dus zo hard rijden als die wil. Jezus Christus. Hey, Milo, heb je koude koffie nu? Dat het zeg maar nog niet lekker is omdat het koud is. Nee, dus dat is nu het probleem aan het worden. Maar haal je niet. Ja, ik probeer het. Dat moeilijk. Mijn cheeseburger, dubbele cheeseburger, is op. Lekker bro. Hi, ik wil graag een McPlant. Elke verhaaltje wat iemand vertelt, er wordt onderbroken, grof, ruw onderbroken. Soms vertel ik een feitje en wordt het afgeknipt. Ik luister naar jullie feedback. Ik zou het niet meer doen. En die man hier links, die zegt griep. Hi, ik ben Koen. Oh, ben ik lekker. Had je ook gezien dat die Noah Lang met een haat gespeeld? Ja, ik heb een foutje gemaakt. Oei. En hij skipt gewoon onze DM. Nou, onze Robs. Goed gespeeld weer, maatje. Je hebt ze weer gesloopt, maat. Nog straat hem vanavond. Je was een flitsend aan de linkerkant, hè. Ze konden er niet aan, maat. De enige die hier altijd DM met voetballers en dat soort mensen ben jij. Dus hoe kun jij dit nou zeggen? Ze DM'en mij, hè. Hé, man, heb je het nummer van Juul voor me? Oei. Er was niemand die me kende zoals jij. Vanaf de jaren. Het is een mooi groot dingetje. Kanus, anus. Zit een scooter achter me? Ja, mooi. Ga ik even naar achter rijden. Zijn ze nou ho? Bek hou. Yeah. Heerlijk. Hey, zagrijnige teef. Kom maar hier zeggen dan. Zeg razend open, joh, gek. Ja, anders heb ik het ook geen helemaal te roepen. Hey, wat een zagrijnige tak is dat, zeg. Dit zou dus een escapeje kunnen worden. Uit bek, vriend. Wie is er nu? Ik ben nu. Ik wil graag kippie 9, Koen. 1 kip 9, alsjeblieft. Als je dit zonder escape doet, ben je wel een grote. Dat is moeilijk, hoor. Oh, dat is wel veel nog, hoor. En er liggen nog tomaten en augurken in het bakje. En die nuggets liggen natuurlijk al klaar. Koen, dit kan elk moment af zijn. Dus je moet die woorden. Je moet niet met een volle mond nu zitten, hè? Want dan kun je escape niet inzetten. Voor de zwaar, hij mag hem zelf aanpakken. Waarom eet je niet? 70 man. Koen. Dan ga ik hem escape in. Dankjewel. Net aan. Zonde. Als een auto weer voort wil staan, dan zat 2 auto's achter mij nu, hè? 1 auto voor me, ik had het gered. En nu ga ik heerlijk relaxed. Je escapes liggen er nu al doorheen. Dit kippie 9 naar binnen. Relax. Kippie 9 is hartstikke goed te doen, hoor. Ja, je kan ook 26 in 20 minuten eten. Joehoe. Even koppen. Al die nuggets liggen op de grond. Dit kost tijd. Dit kost tijd. Oh, je net is gevallen. Ach, goed voor je. Dit is beasting en feasting. Maar dit wordt heel krap, hoor. Ik wil het goed, maar. Ik wil het zelf.
Waarom met je vingers beter? Oh, dan gaat de laatste op naar binnen. Bingo! Oh, die mat gaat halen hoor. Die gaat er echt makkelijk. Maar 3. Hier liggen er nog 2. Wat wil je een rol? Nog 1 in de hand. Ik wil een side salad alsjeblieft. Het is een hele kleine salade. Ja, Roel Slyhard heeft weer een goede optie gevonden. Nu raad het niet. Maar niemand wil toch die vieze smaak. Ik had dit misschien al later genomen dan een dubbel Big Mac. Oh, kijk dit dan! Mat, hoe erg ben je geblest? Oh man, ik moet er nu even goed over nadenken. Want bij mijn volgende is er dus geen regel voor de chauffeur. Nee, maar Milo, ik zou je toch nooit nakken. Ik denk dat zo'n. Nee. Zo, deze is zwaar man. Ja, er zit echt geen calorieën man. Wat jij nu hebt. Alleen die saus stond niet dressing, denk ik. Oh, we zijn al bijna op de helft, man. Is hij al begonnen? Ja, hij is niet echt begonnen. Ja, hij is ook wel meteen klaar. Ja, hij is ook wel meteen dat paard toch in die van haver vroeten. Ja, ja. Ik vind die salade toch zo smerig, het stinkt ook man. Deze kerel heeft hem op hoor. Dit is wel weer eentje voor het raampje, dat is echt knap hoor. Dat is lang geleden. Dat is echt lang geleden. Nou goed, we gaan hem eraan geloven dan. Hij zou ook een... Dubbeltje die chicken mogen van je. Godverdomme god. En erin jongen, niks aan de hand. Ja hoor. Komt u maar. Een McKippie. Hé, we hebben een melding gekregen bij ons doosje. Dat er meer in de bank zit is. Wat meen je? Juist. Hij is zo heet. Ja. Dat hoorde ik. Wat zeg jij nou? Zing eens even Brent. Jongens, ik ga rijden, pas op. Jongens, Rob, we gaan het niet spannender maken dan dat is. Hij heeft hem op. Hij heeft nog wel 2 hapjes, heeft hij hem op. Hai, mag ik een ijs frappé? Zou jij misschien deze er even in kunnen steken? Voor? Zeker. Oh, sorry. Jezus. Hoe kan je dat drinken? Het is echt Brinta. Het is fucking Brinta. Kijk nou. Jongens, we gaan wel lastig worden, weet ik. Ik wil graag een veggie McChicken. Oh, daar is die. Oh. Koen ligt uit het spel. Is het warm of niet? We gaan gewoon zo veel makkelijk hebben. Er zitten maar z'n 4 in het spel. Dat is wel, ik ben er sowieso geen laatste. Als die gong er net gekomen was, had ik nog maar gehad. Tijd voor power-up 4 en deze keer is het ook echt een power-up. Want degene die deze inschattingsvraag... Wat doe jij daar weer naar mij? Ja, maar jij hebt hem nodig. Jij hebt hem nodig. Hoezo heb ik hem nodig? Ik heb het zwaar, maar ik wil ook een beast. De vraag luidt als volgt. Hoeveel gele bolletjes hebben wij gekregen op onze YouTube-video's in 2023? Dat betekent dat we geen rode rotcent verdienen aan die klote zooi. Oké, Nino. Laat zien. Hoeveel 6 gele bolletjes. Ik heb 12. 12 gele bollen. 7. Ik heb 8. Als ik kijk hoeveel droog brood ik elke maand eet, moet het er wel 12 zijn hoor. Gele bolletjes dat wij in 2023 hebben gekregen. En ik kan u zeggen, één iemand heeft het precies goed. Het is 6. Ja! Oh, kut! Zo weinig! 7 is ook weinig. Ik heb er zeker 4 weer goed mee te krijgen. Hij heeft er heel veel weggehaald. Ja, dat zou kunnen. Prima, maar volgens mij heb ik het goed. En dan heb ik een power-up verdiend. En wat mag het allemaal niet wezen? Jouw power-up is dat bij jouw volgende ronde de bus 2 rondes extra over het terrein mag rijden. Dat en die kan je nog wel eens goed gebruiken. En de gong is officieel weer voorbij. Ik vind het echt een dekselsgeluid. Een dekselsgong. Hoi, mag ik een Happy Meal? Dankjewel! Ben je trouwens klaar met eten? Ja. Oh ja, sorry. Ik zit gewoon heel lekker te eten. Hé, maar je hebt nu zoveel tijd elke ronde, want er staan serieus 50 auto's in die drive. Dat kan niet. Happy Meal! Happy Meal! Happy Meal! Sorry voor hem hoor. Hé, Marou. Ja. Een Happy Meal, dat bestaat uit best wel veel dingen. Ja. En wel allemaal klein. Ga je erin? Waar zijn op? Hi, zou ik één McWrap mogen? Absoluut niet die plant, ik ben geen beta-meel. Oh, het is bijna klaar hoor. Gaat me toch niet gebeuren op een... Nog één karretje voor je, hoor. En nog een paar teugen water en het is op, hoor. Heeft iets voor elkaar. Yes! Ik dacht echt wel die Happy Meal... goed, ja, dat dacht ik ook. Een deal-break, kon zijn. We'll be together. Maar ik mag dus 2 rondjes om dit stuk heen. Ja. Oei, oei, oei. Heeft je vader niet, hè? Hop! Ja, ik wil graag de spicy McChicken. En dan hoor ik jullie denken, die is al geweest. Maar ze hebben ook een veggie. Hey, mogen wij een spicy veggie McChicken van je? Hey, het is je boy, Hanihanna. Jij is een Dolce Gabbana. Eigenlijk echt een k***ke nummer.
Ik ben echt benieuwd hoe dit smaakt, maar ik heb nog nooit veggie gegeten, man. Dat is echt precies hetzelfde. Oké. Okay. In Brabant, dat is pas over 4 jaar pas veggie. Maar ik had eens even nog een leuke rat of zo. Ja. Yo, kijk eens, Steescapes. Ik ga hem gewoon weer killen. Je bent echt goed, man. Rob, je bent goed, man. Je bent echt goed in dit spel. Ja, je bent goed in dit spel, man. Goed, Rob. Ah, je mag wel een grote friet met wat municipale frietsaus erbij. Je ziet eruit alsof jij helemaal klaar ermee bent. Je ziet er helemaal verrot uit. Geef mij een meter baf, want vanavond liggen wij er. Van de aarde tot de manen van Saskia. Als ik deze week overleef zonder escape, de grote jongen. Mogen wij de chicken salad van je? Laatste. Goed hoor, man. Hey, yes, dankjewel. Hebben we een taaie handel, vriend? Dit wordt heel pittig, hoor. Ja, ze gooien dat groen naar binnen alsof het niks is. Er ook appel in. Ze hebben gewoon alles wat niemand ooit besteld, hebben ze samen in een bak geflikkerd. Hi, zou ik 1 Big Mac mogen? Ik zei dat was het. Hij zei ja, ik weet het. 1 klein blauw auto. Hoe heb je dan geen escapes meer, hè? Dus je moet gewoon focus op eten. Daar gaat hij. Niet in de kou, we snikken. Kijk, Jeroen. Nog een paar maiskorrels. Nog een paar van die maiskorrels. Hij gaat over zijn huid zo, ik weet het gewoon. Hij gaat erin. Ja hoor, ja, bak is leeg, doe de mond nog. De bak is leeg, doe de mond nog. Kijk, biest. Alles op niks. Ze is nog in de game chat. Jezus. Kijk, hij is niet eens een stop op voorbij, hij is alweer de helft op. Hè. Het is echt niet normaal. Dan wordt hij nou weer rustiger, man. John de Moos, als je dit format overkomt, we kunnen een keer rond de tafel gaan zitten. Hij heeft hem. Je bent niet eens die drijf in. Hoe kun jij zo goed vreemd zijn? Hij mag ik een dubbele quarter pounder van je? Gaat het? Ze is aan het vingeren. Fuck, wat is dit een gebouw? Ja, dit is bizar. Dit is veel groter dan een Big Mac. Van die kurken onderzetten zitten er tussen, weet je wel. Maar dan helemaal van vlees. Die wordt je geblest, want nu kun je hem in ieder geval af laten koelen. Ja, maar ik heb maar 1 hap gehad. Robbie heeft een dubbele QP. Als jij het nu redt, Rob, dan is de kans groot dat jij wint. En op het moment dat jullie de naam QP horen, waar denk je dan aan? Oei. Was dat het? Kunnen we niet weer een gong af laten gaan, dat Koen weer moet wisselen en dan gewoon weer naar achter gaan? De gong doet wat hij zin heeft. Ik begin een beetje te tollen met mijn oogballen. Ik krijg zo'n jeuk en druk achter mijn oogkas. Oei. Die heeft je vader niet, hè? Ik denk, Rob, dat je misschien wel je SXA heel liefst misschien. Hè? Tering, hij is al zo ver! Wat jij moet bestellen? Oh, ik wil een veggie McWrap. Mogen wij 1 veggie McWrap? Yes, super. Niet meteen kijken, maar zij drinkt soep uit de lunchdoos. Bruh. Wat de fuck is hij aan het doen? Je denkt dat ik een grap maak, maar ze dronk serieus soep uit de broodroffel. Disgusting, ouwe. Ik zweet me helemaal dood. Ik zit nu voor het eerst in mijn leven op een level van Milo, volgens mij. Dat je gewoon zoveel vet naar binnen hebt getrokken, dat het gewoon allemaal weer je poriën raakt. Ik vind het een beetje tyfus krijgen. Ik heb wel dorst. Echt bizar knap. Ik vind het heel knap. Echt knap, hoor. Goed gedaan. Knap. Nou, echt. Rabbel nu weer op naar maan. De pijn, wat wil jij om aan de lijn? Hoi, dankjewel. Ik ben er nog. Dat wil die veggie kip anders maken dan die andere kip. Wie kan vertellen waar is Dickie? Ik heb wel een probleem, denk ik. Nee, jij kan nog de single big tasty nemen, hoor. Ja, die had ik op het oog, maar ik eet geen vlees. Nou, dan wordt de veggie ook. Mag ik een single big tasty alsjeblieft? We zijn hier wel tricky te worden. Maar het pijn niet. Ik ga niet goed, man. Ik ken er nog één, er zit achterin. Misselijk, jongen. Hoe dan? Ja, ik heb geen idee. Die vegetarische meuk is de duivel van onze samenleving. Maar goed. Wat bro. Zijn jullie ooit zo goed gezogen dat je echt dacht dat je doodgezogen werd? Heerlijk is dat. Ben je wel van veel geleid tijdens de seks? Ja, ben ik wel. Ja. Ja, maar jij bent sowieso van. Mickey. Ik zie nog 5 opties en ze alle 5. Fuck! Hoi! Super, dankjewel. Wippen lekker. Oh, dat meisje. Holy shit, dit is groot. Rol, je hebt geen escape. Je hebt dus ook nog een dubbele big tasty. Dat is een bizar grote brood. Die witte zalm kutsaus. Toch denk ik dat je dit kan, man. Je hebt wel veel tijd, hè, stiekem. Bro, als je deze pakt, zou je best wel eens kunnen winnen. Echt, dat weet ik, maar het is gewoon echt.
Wat neemt hij dat bochtje traag? Moet hij nu opeens gaan steken? Hij is niet opgeven, maat. Niet opgeven, maat. Kom, groei, maat. Maat en een snack verlaten. Hij is eigenlijk al bijna op. Achter is er waarschijnlijk auto's. Helemaal geen auto's. Oh, wat is hij die lul, zeg. In een ultieme alles of niks poging zou ik graag voor jullie met extra veel zoetzure saus een kip 20 willen. Mag ik een kip 20 met zoetzure saus? Oh, broer, het kan nog hoor. Als we een beetje geluk hebben dat we aan de zijkant gezet worden. 1 kia pikant daarvoor op. Oeh, de kans is als je, dat je wint als je deze op hebt, is best groot. Je moet hem zelf wel aannemen. Je zorgt dat je er zelf uit ligt. Ik kijk haar gewoon heel lang aan. Dan neem ik niet aan tot ze het erin gooit. In één over till de fat lady sings. Dankjewel. Ja, ja, daar is die. Je ligt eruit, maat. Het ergste vind ik nog dat ik echt drie kwart van die big taste die naar binnen heb gewerkt. Zal ik aan mijn telefoonnummer geven op dit servetje onder de ronde? Ja, doe. Jij kan dit. Je bent nog een bie. Nee. Je gaat op 10 Milo niet teleurstellen. Dus de kans loopt. Kan groot. Gaat niet redden. Nee, ze zijn zo warm. Nou, kan groot. Nee, Milo. Nee, ze mag niet denken, ik weet het. Help, geen Milo. Zijn wij nog op? Milo, het is druk. Het is druk. Nee, er is helemaal niemand, man. Dit is kansloos. Heeft geen zin meer. Ik ga voor de Chicken Big Mac. Geef het nou op. Mogen we één Chicken Big Mac? Oh, we gaan maar één auto. Ik heb er nog 12 of zo. Ja, op dit servetje staat mijn telefoonnummer. Zullen we die aan geven? Hoe gaat het, man? Milo? Het heeft geen zin meer. Hoe kan ik dat vette joch nou opgeven? Ja, te heet. Ik kan geen tempo maken. Ik zit te vol. Ik zijn er te veel. Ik zie geen stip aan het einde van de horizon. Ik vind geen motivatie. Je bent eruit! Ik sluit de doos en daarmee mijn kansen. Nou, Rob ziet eruit alsof hij nog best wel wat op kan. Maar als jij die niet haalt, dan wint Matt. Dan win ik. Vette joch! Ik heb al zo lang geen eetwedstrijd gewonnen en dat doet me echt veel. Oh man. Rip. Hij is niet zwaar. Ik ben serieus. Ik heb ook een escape, dus jij moet sowieso gaan bestellen, vriend. Oh, je escape nog? Ja, ik ook, hè. Chef, jullie zijn alle drie af en we hebben alle twee als escape nog. Dat betekent eigenlijk dat wij legend zijn. Ik kan er gewoon weer het hele menu en hebben ze vijf. Van een tering mongolen. Jij hebt hem wel een lekker, hoor. Ja, heerlijk is die. Die is nog wat te doen. Die hierop staan zijn gewoon niet meer te doen, man. Want het enige wat jij hoeft te doen, volgens mij, is het opeten met een escape erbij. Ik heb al 26.000 calorieën. Ik heb het verneut. Ik had gewoon voor die koffie moeten gaan en een pauze moeten nemen. Je moet gewoon gaan. Dit restaurant. Je bent er bijna, man. Je bent er echt bijna. Dit duurt lang. Je hebt al een hele ronde. Goeiedag. Mogen wij een dubbel Big Tasty? Die krijgt hij op, man. Rob, dit is jouw moment, hè. Jij wint deze eetwedstrijd. Rob, echt. Je gaat echt redden. Ik meen het. Echt onmakkelijk, man. Nog een hele ronde. Ik wil zo gaan winnen. Dames en heren, de deur is dus open, want Rob kan wellicht zo gaan kotsen. Ik bestel zo. Ik zet mijn escape sowieso in. Je moet daarna ook natuurlijk nog een keer bestellen meteen. En je moet voor de zekerheid al voorstellen dat ik hem eventueel op ga krijgen. Ja. Hij gaat nu mind game spelen. Laat je niet gek maken. Oké, Rob. Jezus. Holy shit. Rob, als ik dit doe, ga je dan, zit je dan zeg maar... Dit verkoop je toch niet aan één persoon? Dit is toch gewoon heel taai. Deze deel je toch met het hele gezin? Een stukje punt. Het is nu enkel alleen maar mentaal op. Rob, niet normaal. Jij bent de strijder van het leven. Als ik het goed begrijp, kan het dus zijn dat jullie op hetzelfde moment afgaan. Ja. Mogen wij een veggie homestyle crispy chicken? Godverdamme, Rob! Ja, super, dat is echt, joh, alsof Milo naar waterbad gesprongen is. Gutsie, top. Gutsie, gravenel. Die kan ook uit. Oh, dan was het echt bijna. Waarom de fuck doe ik dit? In bijna vol. Komt ze bijna de Berman. Die spekflappen. Die zijn zo dik. Kijk nou. Ik heb echt gevoel in mijn kots, man. Ik heb een mededeling. Ik zet mijn skate in. Oké. Maar dit durfde ik niet in de bus, want ik was bang dat ik al heel de bus onder zou kotsen. Rob, nog één hap. Nee, ik ga niet in één hap doen. Okay. Als je nu kotst, is dat zo smeer. Je kan het ook nergens meer wegspoelen. Oh. Ik heb mijn lichaam nog nooit zo nee horen schreeuwen. Maar het laatste stukje, als je dit niet opgaat, is zo zonde. Hij zit erin! Hij zit erin! De laatste hap zit erin! Een 100% wonder! Voor het raampje lang. Jezus, hij krijgt hem gewoon op dadelijk, hè? Beasting en beasting. Waarom, ik heb één vraag. Heb je al zin in je veggie, jouw crispy chicken? Het gaat namelijk nodig zijn, want Matt krijgt hem gewoon op, hoor! Het is gebeurd! Ja! Als ik deze vandaag niet win, dan ga ik hem nooit meer winnen. Super, dankjewel. Nou, dankjewel, man. Alsjeblieft, jongen, geniet ervan. Als dit toch geen duimpje mogen maken, dan weet ik het ook niet meer. De laatste meters, man. We hebben Rob echt een finale tik uitgedeeld. Oh, het is het druk. Het is heerlijk druk. Oh, jezus. Ga maar helemaal uit. Hij kijkt er gewoon op. Ik ga nooit meer een eetwedstrijd winnen nu. Wel filmen als je gaat kotsen. Nou, vind je dat ding op? Ja, alsof ik kotsen. Zo'n kijk hebben we veel, zeg. Moe, je bent 8 rondes geleden eruit gaan op een koffie. Moet ik nog wat zeggen? Hé, ik film jou gewoon. Oké. Ik heb vanavond afgesproken om met mijn moeder te gaan eten. Ik denk dat ik me af ga zetten. Ik ook! Echt? Ja. Begint toch wel close te worden, hoor. Dit is echt een... Hij heeft hem! De dubbel Big Tasty. Wij zijn klaar. Doei. Dit was de laatste keer. Laatste keer. Ja, we zitten er bijna vol. Hap.
Hap. Ja! Hij is op! Ja! Fuck you, Rob! Ik doe het! Grote praten! Pussy, je bent slechte verliezer, man. PSV mentaliteit. Nummer 1! Ja! Ik ben trots op je, jongen. Ik ben echt trots op je.